Onderbonen en groentereik, dat ziet er vrij geestig uit. Het zijn toffe gasten, twee broers die plantjes planten voor andere mensen. Dus bluf een keer, het is het oude van de Troeseloren, West-Vlaanderen. En we weten dat die gasten vandoor het meestal wel zotte ding doen. Dus bluf een keer. Het zou de moeite zijn. Erik Steyhart van Groenrijk. Erik. Yes. Kijk even, hey, maat. Zijn enthousiasme, daar hou je voor niet. Zeg ik, Groenrijk, wat is het met dat? Ja, Groenrijk is een kweekproject van groenten, moestuinen. Wow. Voor mensen die ofwel geen groene vingers hebben, of die geen plaats hebben, of die in de stad wonen. En dus eigenlijk kweken wij hun of jouw moestuintje voor in onze serre. Dan kom jij dan ophalen. En je eet wat de plant voorbrengt. Dus het voordeel is eigenlijk dat je van een plant meerdere keren kunt consumeren. Hallo zeg, dat is lekker een takeaway moestuin. Zoiets? En, ja, nog niet bedacht. Takeaway moestuin. Hè. Nieuwe baseline voor Groenterijk. Ja, Erik, een heel schoon uitleg. Maar wat kost dat eigenlijk een pot? 4,5 euro. 4,5 euro. En dat is voor niks. Dat is eigenlijk geen geld voor, als je ziet wat potten dat zijn. Hey, ja. Bedoel, dus, dat zijn en bloempotjes, dat zijn belangrijk. Maar met een klein potje uit de handel, 2 euro voor een potje basilicum, niet het geval is. Je kunt hem trouwens ook niet doorkweken, want zo is het project begonnen. Dus eigenlijk, voor 4,5 euro heb je een natuurlijk product, waar je eigenlijk 4 keer per jaar van kan genieten. Je moet je bijzien hoeveel dat een kilo tomaten kost en je komt er al wat koper aan het vet. Hey dan. Ching ching, man. Je wil een uitleg geven over wat en hoe en waarom, maar wat kunnen mensen eigenlijk uitleg vinden over? Er is een super website, als ik zelf, met Groentenrijk. Superpowers. Let op de in van groentenrijk.be. Ik ga nog een linkje zetten, ze. Oké, super. En daar vind je alle informatie op. Hoe werkt het systeem? Wanneer kan je toegang krijgen tot de serre? Er staan de recepten op de website. Er staat uitleg bij over de verschillende variëteiten. Het is van Roeseloren, het zit in de grond en het is aan het bloeien. Het groeit. Haha, dit was Wetten Vlogt. Nostek weer een filmpje over het wat heel zots van deze côté. En ik was Wetten, hij was natuurlijk anders. En de complimenten. Onmisbaar in de moestuin.